bedoeling dat wij vandaag het pas van vertoening op een heel bijzondere historische manier zullen markeren door onthullingen die plaats zullen vinden. We laten het moment dat wij nu klaar gaan leggen. Ik wil van deze plaats uit de hele samenleving oproepen om het herdenken van slachtoffers van politiek geweld niet over te laten aan nabestaanden alleen, maar dat wij als natie erkennen dat het een nationale zaak is. Lucas 6 vers 37 zegt: oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Vader, help ons om anderen te kunnen vergeven. Elk jaar op 8 december om 17 uur dus, zal vanaf dit punt een gedenkwandeling starten naar de gedenkplaats van 8 december in het Fort Zeelandia. Volg het pad van vertoening om daar te komen. We gaan tellen. We beginnen met 1, 2, 3. De jeugd heeft het gedaan, de toekomst van Suriname heeft het gedaan. De toekomst heeft vertoening ingezet voor totaal Suriname. Zijn jullie zover? Ja, meneer. Goed zo. Oké. 1, 2, 3. Trek hem maar. Because the idea of this path of reconciliation is bigger than you and is bigger than me. Het idee van een pad van verzoening is groter dan u en mij. It is about the future. Het gaat over de toekomst die hier aanwezig is. It is about breaking cycles of distrust and hatred. Het is een manier om de cyclus, de cirkel van wantrouwen en haat te doorbreken. Een verdrietige mededeling. Wij hadden hier graag bij Bastion Veren kransen willen leggen. Wij hebben vanuit het comité een verzoek gedaan aan de beheerder van het museum, Ladi van Putten, om hier de kransen te kunnen leggen. In de communicatie met Ladi van Putten hebben we aanvankelijk gezegd dat we vooraan de kransen zouden leggen. We hebben naar aanleiding van discussies in het comité en voortschrijdend inzicht besloten om het daar te doen en vonden dat daar ook een treffende plek was. We hebben te laat, naar ons inzicht, afgelopen week, het verzoek gedaan om het daar te doen. We hebben gevraagd, vanaf vanochtend 8 uur ben ik bezig via allerlei kanalen om Ladi van Putten te pakken te krijgen, om een gesprek met hem te hebben, om dit mogelijk te maken, want eigenlijk is het een heel simpel probleem dat opgelost kan worden, namelijk gewoon de opening van dit fort. Hij weigerde het gesprek met mij, ondanks alle andere bemiddelingspoken, vanaf vanochtend. En dat doet ons heel veel pijn, omdat we gaan hier straks de kransen leggen, hier aan de zijkant, maar daar horen ze niet. Ze horen op de plek van de executies. Ik ben persoonlijk bij Ladi van Putten geweest, jullie mogen het alle weten. En in het begin hadden we niet de intentie om te provoceren. Dus we dachten, we komen en we leggen hem hier zoals we het de afgelopen jaren hebben gedaan. En ik heb hem gezegd, we gaan niet daar. Maar bij de veranderde inzichten zouden we wel gaan. En ik denk dat het redelijk is dat hij dat zou moeten meenemen. En weet je wat ik erg vind? Dat iemand die niet gevoeld heeft wat Deel heeft gevoeld, wat Gordon heeft gevoeld, iemand die geen nabestaande is, deze twee mannen dit aandoet. Ja, u begrijpt het. Het zijn emotionele momenten. En emoties moet je niet kunnen houden. Emoties moet je ventileren. Je moet ze ventileren. En dan denk ik dat je daardoor geestelijk ook rijker wordt.
En als je geestelijk rijker wordt, kan je dan lichamelijk ook heel veel doen. Dankjewel, Hira. Dankjewel. Mag ik nu uitnodigen om kransen te leggen? Zandeu Hira en Muyinga. Muyinga is ook nabestaande van het binnenlands conflict. Die andere krans aan de andere kant wordt gelegd door Gordon Rahman en Giovanni Nijbroek. Echte verzoening en geen play-play verzoening op dingen doen om het oog van de mens. Als u de geschiedenis kent van Gordon Rahman en de geschiedenis van majoor Giovanni Nijbroek, dan zult u zien dat het werkelijk een verzoeningsmoment geweest is. Maar de activiteiten voor deze dag zijn nog niet afgelopen voor het comité en de commissie, omdat hierna de heer Henk Herrenberg en de heer Humphrey Perk, twee commissieleden, zich zullen verplaatsen daarna aan de Dochters Beretmondstraat monument. Daar gaan ze een krans leggen, Waldo en Jona gaan een krans leggen daar bij het monument van bij de Bimberibuku kazerne, dan aan de Gravenbergstraat. Vond ik een hele waardige dienst. Dus ik ben er erg blij dat ik ben geweest. Er worden leugens verspreid om de reputatie van de brand in Pudron als de andere 40 slachtoffers te schaden. De afgelopen weken zijn er diverse forse uitspraken gedaan door de broertje René. U kent hem als de Gira of Deel van Brand. Met zijn uitspraken doet hij niet alleen ons veel pijn, maar Ember heeft besloten de nagedachtenis van onze ouders. Ik zal hier niet op al zijn uitspraak ingaan, dat is niet nodig. Maar één ding wil ik wel duidelijk maken. Zijn uitspraak dat John bezig was met een boek is niet waarheid.
Het is een leugen en dat weten we niet op. John was een gespecteerd advocaat die zich inzette voor mensen. Zijn enige wapen waren zijn scherpe pleidooien waarmee hij kon wettigheden de schuld aan elkaar stelde. Ja, kijk, we zitten in een moeilijk traject, hè, van oplossen van een hibbie dat 35 jaar al hier heerst. Het is onmogelijk om zoiets op te lossen zonder dat emoties vloeien. En dat mensen gepassioneerd ermee omgaan. No hard feelings? No hard feelings at all. Daarom zit het maar niet op. Daarom is het maar naar Cuba.